beste vriend is Leo Westra uit Moenijn. Nou, ik ga het wel eens proberen, maar het, ja, ik ben nog maar de eerste hier, dus we worden hier show verder. Uiteindelijk best nog maar 14 hier, hè? Ja, ik ben 14 hier. En naam om te onthouden, Leo Westra uit Moenijn. Een jongen van 14 in jontje, zo'n jontig, mooi een dream. Profrenner worden. Leo Westra van Moenijn. Een naam om te onthouden, zei de verslagjouwer. Hoeveel prijzen ken je nog? Oh, ik had ze wel gesteld, maar voor mij juist een stuk of 103 of zo had ik het elke keer. De namen veroren hij het beest. Leeuwen knalde het profpeloton in, fietste en trainde als een beest, met ups en downs. Als jonge jongen een groot talent, maar dan hij een skoftje eruit. Feesten als een beest en stinnen lezen. Praat met verlees nooit, dat kun je in een keer en hetzelfde met rijden. Dat verlees nooit werd, denk ik. Om daarna verom te komen. In 2009 wordt hij echt profrenner. Ja, bij mij gaat het al heel goed. Ik moet wel echt afzien, want het niveau is gewoon heel heet. Maar ja, op een of andere manier die ik de goede uitslagen wil onderkwamen. En ja, daar gaat het om natuurlijk. Hè. Een dream, maar benam een hutwerkje. Ja hoor, ik win een bergetappe. Hij houdt in zijn eentje de Nederlandse eer hoog. Vaak voor een oor, een paar keer voor hemzelf. Ja, een hele goede Westra die daar een ganse dag voor opgereden heeft en nu nog altijd de tempo maakt hier. Leo Westra wie de man van alles of niet. Libbe op het randje betieden en hilaas van depressie. Het lukt hem soms tieden naar onderen, om ik weer boppen te komen. Het verlies van zijn heid in 2009 wie een grote klap. Zijn grootste fan en misschien ik wel anker. Een paar dagen na zijn deer fietst Leeuwen liek wel weer, de Vuelta. Dus hij die, dat had ik toen ook al zijn, die hier normaal, hij kon een kans die en daar met de trend in eigen. Omdat ze bleed wie dat ik daar fiets en hij wil gewoon hier al fietsen, dus hij zou dat altijd willen. Hij zou net willen dat ik drie weken tussen bleef zitten. Nee, dat zou er net willen, dus dit wil gewoon vier bij het beste. En zo fietst het beest terug, ont het echt op wie? Ik heb geen keus, nee. Ik had proberen om mij te stoppen hè, met de medicijn. Om toch fris en op gewicht bij het seizoen te komen. Maar ja, als het dan na 4 of 6 dagen misgaat. Of misgaat, ja, gewoon weer op bed lezen. En ja hoe maakt dat uitlezen? Er is niks wat kist van. Het is echt heel lastig om uit te lezen. In 2018 komt er een boek, Het Beest. Iepen Hettig vertelt de hutfietser hoe zijn libben als proffietser en zijn strugglingen. Dus er komt wel steeds meer praat in. En dat is, ik snap ik net waarom, als je die idee van Mascamio als dat had. Het is alleen maar goed om erover te praten. Leeuwen liek het rest van te hebben daarna. Maar zijn vrouw runt hij een fietshotel in Spanje. Zullen ze om die hennen. Mooi waar. Lekker fietsen. Alles liek het goed. Fietsen, sporten. Mijn gasten en mijn vrienden, dat is toch mooi. Ik ben wel trots op dat we nou zo vier zijn en dat we dit nou mooi, zo mooi bereeld zijn, ja, zeker. Is die route 20 hier nog? Ik denk het wel, ik denk het een merkje waar je. Nee. Met een man van alles of niet eindigt het uiteindelijk weer in Friesland. Maar niet. De jippenval dat hij eerder altijd weer uitkwam, kon hij net meer brekken. Een fantastische hutfietser. Maar benammen een bijzonder mens die ik voor u als media altijd bereikbaar wie en helpen woe. Wat mijn ploegleider altijd zei, en dat is in het begin rammen, op een helte en het laatste eind naar de streep rammen. Het is heel makkelijk. Leeuwen Westra, het beest, is er net meer.